tijd zal tijdens de dag voor de duurzaamheid. Het is een beetje begonnen hier, niet helemaal op een zonnepaneel te zonne-energie. Kortom, is dat wel nodig? Ja, het antwoord op die vraag is even simpel als de vraag zelf. Het antwoord is namelijk ja. Ik denk dat duurzaamheid uiteindelijk in de genen van de mensen moet zitten. Het is iets waar je continu mee bezig moet zijn. En wat enorm belangrijk is om in de toekomst van onze natuur en onze omgeving te genieten. En welke plek is dan beter dan op een school bezig zijn met duurzaamheid om een samenleving van de kinderen te laten? Dat is uiteindelijk onze toekomst. Dat kan je op twee manieren doen, namelijk met ledverlichting en zonnepanelen, zoals we hier in de aula hebben de verlichting. En dat gaan we verder uitrollen. En we hebben zonnepanelen straks op het dak. Maar daar heb je ook leerling heb je niet zoveel mee. Ja, je gaat niet iedere dag het dak op om te kijken hoe die zonnepanelen erbij staan. Dus wil je dat laten landen in de harten van die kinderen, dan moet je ze ook confronteren met duurzame producten in je school. En wij hebben dat gekozen in het meubilair, met houten tafels. Het is niet alleen duurzaam, het is ook leuk om te zien. Het geeft meer het leisure idee, de ontspanning tijdens de pauze. Dat is volgens mij wat waar een pauze voor bedoeld is. Maar ook de Afrikaanse lampen die daar zo mooi aan cradle-to-cradle producten. De petfriendly, je ziet een paar groene stoelen hier staan. Te midden van de witte stoelen. Die groene stoelen, dat zijn petfest stoelen.
Coca-Cola-fles toen worden ze al genoemd. Maar ik kan je verzekeren dat ook Pepsi en andere merken zullen er ongetwijfeld in zitten. Maar op die manier proberen we de kinderen te confronteren met duurzame producten, cradle-to-cradle producten zoals ik al zei. En ik denk dat het ultieme gebeuren straks nog gaat plaatsvinden. En dat is het feit dat we oude spijkerbroeken op gaan halen van de kinderen zelf. Die we gaan gebruiken om onze banken, een aantal banken die in de kleine aanbouw straks komen te staan, om die te gaan bekleden. Dus dat wat je aan had, daar ga je straks op zitten. Nou ja, een beter idee van hergebruik van materiaal is denk ik niet te vinden. Ik vind de dag van de duurzaamheid heel belangrijk. Ik hoop dat we daar als KSA nog heel lang gebruik van kunnen maken. Duurzaamheid wordt voor ons een speerpunt in ons beleid. Niet alleen het meubilair, maar ook in de manier van lesgeven. We gaan nadenken over hoe we duurzaamheid wat nadrukkelijker in ons profiel kunnen laten uitkomen. We hebben ook gekozen voor een talentstroom duurzaamheid. Straks zal ook een brugklasleerling samen met een docent van Klebeek het dak op gaan om de zonnepanelen te onthullen. Dat zullen we straks in de aula zien. Kortom, duurzaamheid ligt de kans aan na aan het hart. Ja, dat is een beetje mijn inleidende vraag. Ik wil het woord teruggeven. Welkom in ieder geval en veel plezier vandaag. Presenteren over ons,
wat wij dachten, het gebouw, het kantoor van de toekomst. Na deze presentatie gingen we naar Park 2020. Ik weet niet of jullie daar al van hebben gehoord, maar waarschijnlijk wel. Dat is hier in Hoofddorp. En dat is een bedrijventerrein die ook erg bezig zijn met duurzaamheid en met de sfeer. Dus verschillende bedrijven die ieder zijn eigen ding heeft. En wij werden daar rondgeleid in de gebouwen, in de kantoren. En daar werd ons laten zien wat de functies zijn van ieder gebouw. En met de sfeer daarin ook toegelicht. Ook kregen wij hier een presentatie van meneer McDonough. Dat was erg inspirerend, want hij kwam natuurlijk helemaal uit Amerika. En hij kwam gewoon voor ons om zijn vraagje te doen. Dus dat was wel erg leuk om mee te maken. En we hadden dus ook presentaties gedaan op school. Ieder groepje moest presenteren en de drie beste die werden... eerst werd je beoordeeld door experts hier op school, dus die de presentaties hadden gehouden. En de drie beste die werden nog een keer extra beoordeeld door onder andere meneer McDonough. En toen kwamen we op Park 2020 en daar kwamen we in het Fox Theater terecht. En toen gingen ze de definitieve winnaar bekendmaken. En dat zijn wij geworden en de prijs die we kregen staat hier voor u. Dit is dus onze prijs. Dat is de Kids Share Award. Nou, hier zijn we natuurlijk wel heel erg trots op. En daarom willen jullie nu ook graag iets meer gaan vertellen over wat ons ontwerp nou was. Nou, hier zien jullie een vormig gebouw. Het meest opgebouwd is 3 dagen. En we wilden heel veel natuur binnen het gebouw en ook buiten het gebouw. Dus we wilden een nieuwe plaatsen. En met groene daken wilden we een rustige sfeer creëren. En dat is ook, dat zorgt ook voor een schone natuur. Omdat planten veel CO2 opnemen. En, steeds als je naar boven gaat van de verdiepingen, dan is het meer gericht op zelfstandig werken. Dus op de eerste verdieping is het meer gericht op samenwerken, op dat je veel kan overleggen. En steeds als je naar boven gaat, is het gericht op zelfstandig. Want dat heb je ook nodig als je in de voorwerkt. Nou, we hebben nog gedacht aan fitnessruimtes en een restaurant met daaromheen een kast gebouwd. Ziet u daarna nog wel. En dus aan de onderkant zien we water en zo. En ja, dat zorgt voor een prettige sfeer. Want dat vinden wij dan heel erg belangrijk voor een goede werkhouding. Hier zien we een paar elementen, zeg maar, waar we hebben gelet. Dus veel hout en bamboe en glas. Zodat je minder gebruik hoeft te maken van licht binnen, maar dat de zon gewoon de verlichting geeft. En het gebouw was eigenlijk geïnspireerd op een soort taart. Daar zijn we ook verder gaan bouwen, vandaar ook het watersysteem. En de Louvres, waarin we zonnecellen hebben gemaakt. Nou, hier zie je een plaatje van de garage. Wij willen elektrische auto's promoten, dus daar hebben we heel veel oplaadpunten in de garage. En ook doen we natuurlijk fietsenrekken, zodat de sportieve werknemers ook op de fiets kunnen komen. En dat is natuurlijk ook beter. De eerste verdieping, nou, dat is gericht op individueel werken. Daar hebben we ook een fitnessruimte en een dansgelegenheid geplaatst. Waardoor mensen kunnen ontspannen. Maar er is nog iets, want de fitnessapparaten en de dansvloer, die wekken energie op. Dus dat kunnen we ook weer gebruiken in het gebouw.
Nou, dit is de sfeer van de eerste verdieping. Je ziet wandmatten voor als je alleen wil werken. Of desktoptapijt zie je. Dat wat we al hadden verteld, van dat het stof opneemt en dat het dan gezonder is voor de werknemers. En ook is het gerecycled, dus dat is nog beter. Ja. Dit is de fitnessruimte met de dansvloer en weer desktoptapijt en weer heel veel groen en hout voor de sfeer. De tweede verdieping. Dat is weer meer gericht op samenwerken. Dus er zijn vergaderruimtes, maar ook gewoon kleinere tafels waar je met meerdere mensen kan zitten. Buiten hebben we een hydrofietenfilter, wat het water filtert. En dat kunnen we dan gebruiken voor de wc's door te spoelen en zo. En voor de plantenkassen, waar we het zo direct over gaan hebben. We gebruiken op elke verdieping natuurlijk ledverlichting en zonnecellen in de ramen en in de zonneschermen en zo, zodat dat ook weer energie opwekt. Ja. Nou, dit is de sfeer. Weer hout, riet, veel groen. Dit is de derde verdieping. Dit is een restaurant. Zoals je ziet op het plaatje is er een dubbele glasmuur. En daarin zijn dus een soort van kassen. Hierin willen we ons eigen fruit en groente verbouwen. En omdat het van glas is, heb je in de zomer natuurlijk genoeg licht waardoor het kan groeien. In de winter willen we ledlampen gebruiken zodat ze genoeg licht krijgen. Om hier ook energie te bovenop zitten zonnepanelen. En je hebt natuurlijk groen eromheen, dus je kan ook buiten zitten. Ja, in de restaurant kan je ook kun je lunchen, maar ook gewoon vergaderen met z'n allen en met z'n allen gewoon een beetje zitten. Ja, het is wel een gemeenschappelijke ruimte. Dus. Het idee is dat de gewassen die in de kassen worden verbouwd, dat die dat je die kan eten in het restaurant zelf. Dus dat je eigenlijk je eigen eten verbouwt, eigen eten maakt en zelf in hetzelfde gebouw opgaat. Ja, dit is een beetje de sfeer die in het restaurant gecreëerd wordt. En natuurlijk, je kijkt naar buiten en dan zie je allemaal groen vanwege de kas. En natuurlijk weer hout gebruikt en duurzame sfeer. Dus het idee van ons gebouw is dus eigenlijk dat we onze eigen energie opwekken, twee duurzame aspecten hebben en dat het heel erg fijn is om met je werken, dat je het naar je zin hebt. Oké, dankjewel. Ik ben Leo en ik ben coördinator van de werkgroep Jong en Duurzaam. De werkgroep Jong en Duurzaam is een groep enthousiaste jongeren tussen de 18 en 30 jaar die zich bezighouden, die projecten doen, dat alles te maken heeft met duurzame ontwikkeling en jongeren. Ons hele bestaansrecht hebben wij te danken aan deze twee dames, Raline Beckers en Lisette Mellet. Zij zijn de jongerenvertegenwoordigers duurzame ontwikkeling naar de VN toe. En zij brengen dus de mening over van de jongeren naar de hogere lagen, naar de regering, naar de VN bijvoorbeeld. En dat is eigenlijk ook de twee hoofddingen die wij doen. Aan de ene kant communiceren wij dus naar instellingen als de VN toe van wij als jongeren willen dit en dit zien. Lisette en Aline gaan ook elk half jaar naar een VN-top om daar onze stem te laten horen. En goed laten horen, is ook weer goed gelukt afgelopen zomer. En aan de andere kant moeten we natuurlijk weten wat jongeren willen. Ik bedoel, wij kunnen wel leuk wat verzinnen, maar het moet gedragen worden door iedereen. En daarvoor geven wij gastlessen, maar daarover later meer. Jong en Duurzaam is onderdeel van de Nationale Jeugdraad. En de Nationale Jeugdraad, of NJR, is een koepel organisaties waar allerlei jongerenorganisaties onder vallen. En dat kunnen jongerenmilieu actief zijn, plattelandsjongeren, ISO, studentenorganisaties, noem maar op, alles is vertegenwoordigd. En NJR doet zelf projecten
Eén daarvan is een folder van mij, die kunnen jullie straks ook meenemen. Dat is Feestje voor jezelf. Komt uit Ik ben geweldig. En de bedoeling is dat als jij een leuk idee hebt om iets goeds te doen voor een ander. En dat kan zijn dat je je buurvrouw meeneemt naar de dierentuin. Of een wijkfestival organiseert. Het mag zo gek zijn als je zelf wil, maar zolang maar voor iets goed doen voor een ander is, dan kan de NJR maximaal 1000 euro en support daarvoor aanbieden. Je moet wel een jongere zijn. Hè? En je moet wel een jongere zijn, dat daar even bij gezegd. Dus zeker als je leerlingen kent die dat leuk vinden om te doen, neem vooral voor de mee straks. Wij met de werkgroep doen natuurlijk dus ook allerlei projecten, waaronder het klimaatdieet. In het klimaatdieet gaan we natuurlijk in één lesuur hebben over wat het klimaatprobleem is, wat mogelijke oplossingen zijn en daarbij ook horen die VN-top in Qatar. We willen dan dat jongeren statements gaan maken van stel, jij krijgt de hoogste baas van Qatar te spreken, meneer Al-Attiya. Dan mag je, wat zou je dan tegen hem zeggen? Wat moet er volgens jou echt veranderen? We hebben in eerdere edities van het klimaatdieet dus deze stickers laten ontwikkelen. Dit zijn allemaal tips, bijvoorbeeld wees geen kuiken, papier kun je hergebruiken. Hou het spannend, doe het licht uit. Allerlei dat soort tips hebben allemaal middelbare scholieren verzonnen. Die hebben we laten drukken op stickers. Deze die hangen al in de UvA. Duurzame stickers. Dit zijn duurzame stickers. En nu willen we dus verder met statements, met een spreekwolkje, met van dit wil ik zeggen tegen die hoogste baas bij Qatar, dat dit gewoon vanuit de jongeren moet gebeuren. En wij nemen dat dan ook echt mee naar Qatar, omdat wij dus als vertegenwoordigers naar de klimaat gaan. Dit jaar Qatar, vorig jaar was dat Durban. En daar gaan we gewoon eens even vertellen wat de jongeren van Nederland vinden. Ja, dus het is ook echt een zinnige gastles om zo maar te zeggen. We gaan echt met die input aan de slag en dat doorcommuniceren naar de hoge pieven in Qatar. Ik heb voor u dus sowieso een folder van Ik ben geweldig, een iets uitgebreidere sheet over het klimaatdieet. En het is de dag van de duurzaamheid en wij zijn altijd binnen de werkgroep met Practice What You Preach. Dus je kan de duurzaamheid verkondigen, maar je moet het ook om jongeren ergens tot gedragsverandering over te laten gaan. Dat is echt helemaal geweldig. Ik wil u nu voorstellen aan Laurens Bos. Hij is van het Stichting Milieueducatie en zoals ik vertelde, als NMCH werken wij met het verduurzamen van onze omgeving, van scholen, samen met bedrijven, maar ook met zogenaamde NGO's, allerlei andere organisaties. En Laurens is er eentje van en ik ga jou nu het woord geven. Ja, dankjewel. Mijn naam is Laurens Bos, ik ben van SME Advies. We zijn in een van de dingen die wij doen, dus een adviesbureau voor duurzaamheidsvraagstukken. Een thema die bij ons heel actief is, zijn echt verduurzamen van scholen, ook de volle breedte. We zijn actief in projecten in Goeree-Overflakkee tot en met Leeuwarden. Dus in heel Nederland zijn we eigenlijk bezig om scholen te verduurzamen. Speerpunt van ons is eigenlijk van hoe kun je nou de verbinding leggen tussen allerlei fysieke maatregelen en het gedrag op school en dus ook het curriculum. Een van de instrumenten die wij daarvoor gebruiken en waar we erg enthousiast over zijn, is EcoSchools. En EcoSchools is het internationale keurmerk voor duurzame scholen wereldwijd. Ik zal heel even wat cijfertjes erbij pakken, want wereldwijd zijn er 14.000 groene vlaggen op scholen. 40.000 deelnemende scholen in 54 landen. En wat is nou aan de hand? In Nederland doen er op dit moment 60 scholen mee. Het is eigenlijk zeer teleurstellend. Eigenlijk veel te weinig. We lopen gewoon zwaar achter. Dat heeft natuurlijk met allerlei factoren te maken. Onder andere Engeland heeft 10 jaar geleden gewoon gezegd, bestuurlijk ook, elke school moet EcoSchool zijn. Kortom, in Engeland hebben we bijna een dekking van 100% op basisscholen en op voortgezet onderwijs. En daar zijn gewoon alle scholen EcoSchools. Ik sprak toevallig vorige week een vriendinnetje die geëmigreerd is naar Stockholm en die ook met duurzaamheid bezig is. 75% van de scholen in Zweden is EcoSchool. Wat is nou zo'n EcoSchool? EcoSchool is een soort route naar een groene vlag. Die route duurt ongeveer 2 jaar en helpt een school door middel van een structuur
om een duurzame school te worden. Het gaat niet alleen over het thema energie, het gaat niet alleen maar over het thema groen, maar eigenlijk over duurzaamheid in de volle breedte. En dat gaat ook over dat je heel goed gaat kijken, wat doe je eigenlijk op het gebied van duurzaamheid op school? Dus het is niet een lespakket dat wij willen aanreiken, nee, het is echt om te helpen van wat doen wij nou eigenlijk in welk jaar op het gebied van duurzaamheid. Nou, als ik dit soort verhalen net al hoor, dan denk ik bij mezelf van, nou, die zijn wel heel erg hard op weg naar de groene vlag. Want, ik zag op een kunstwerk staan, dat zijn allemaal dingen die, waarbij je echt zoiets hebt van, nou, dat zijn echt leuke projecten die heel erg goed passen binnen EcoSchools. Bijvoorbeeld ook het programma Energieke Scholen, waar volgens mij ook een aantal scholen mee actief mee aan de slag zijn. Dat zou een middel kunnen zijn om die groene vlag te behalen. Even kijken. Wat EcoSchools nog meer is, behalve een structuur en het keurmerk van groene scholen en van de groene vlag te behalen, is dat wij ook proberen om scholen te inspireren om juist die verbinding te maken tussen die fysieke maatregelen en de duurzaamheid. Het is gewoon zonde en een gemiste kans op het moment dat je zonnecollectoren op je school neerlegt of een windturbine, om daar niet iets mee te doen in het curriculum. En dat is volgens mij ook net al gezegd. Scholen worden op dit moment echt overlopen met allerlei partijen en ook vaak hele goede dingen en hele goede aanbiedingen. Wij proberen als EcoSchools ook echt een beetje voor scholen een soort van inspiratie te zijn van, hey, wat zijn nou echt goede dingen om met je school te doen aan die fysieke kant en hoe kan je daarmee ook de slag maken naar het curriculum. Ik ben eigenlijk liever van meer het één op één nog even dingen toelichten en volgens mij is dat niet meer tijd. Heel goed. Ik heb een folder, ik ben zo gewoon daar lopen rond en degene die geïnteresseerd is in EcoSchools kan naar ecoschools.nl, hoeft mij zo even op schouder. Dicht nog wat meer toe. Ja, proberen alle scholen te voorzien van zonnepanelen en van windturbines. Hier voor de voortgezet onderwijsscholen. Onderweg zijn we toch wat stubbeling tegengekomen. We hadden de wind zeg maar een keer tegen. Dus we proberen het zo snel mogelijk op te lossen. We zijn nu bezig op het moment om de derde school te installeren en voor de in de herfstvakantie willen we de laatste twee scholen doen, Kai Munk en Formaat Hoofd. Vraag ik college. HVC. Sorry. Deze week of deze maand moet het opgelost worden. Dat iedereen gewoon een energiebal en x aantal zonnepanelen heeft. Dat proberen we zo goed mogelijk te doen. Wat doet Home Energy? Wie zijn wij? Nou, wij hebben een brede range van producten. We doen de windbal, wat de energiebal heet. We doen zonnepanelen. Bijvoorbeeld om warm water te creëren kan je vacuümbuizen doen voor douches. En we hebben bijvoorbeeld houtkachels die we stoken op pellets, op houtpellets. Wij richten ons op de particuliere markt, op kleine bedrijven, op scholen. Om daar ook soms iets educatiefs aan te spenderen. Grote projecten is natuurlijk altijd welkom, maar we richten ons voornamelijk een beetje daarop. Daarbinnen kom ik zo op. Ik wil even wat projecten doorlopen. Dus meer gewoon om een idee te geven. Hier in de regio, wat voor projecten, wat kan je met al onze producten? En hier zie je een energiebal op een bestaand lantaarnpaal. Die staan er 5 bij Bloemendaal. In Zoetermeer hebben we er ook 5 geplaatst. Energiebal, ja. Kan gewoon langs de weg, je kan er van alles aan koppelen. Licht bijvoorbeeld. Hier hebben we dan een project bij de Amsterdam Arena. 6, dat noemen we nu een streetlight. Dus dan heb je de combinatie wind en energiebal en zonnepanelen. Dat hebben we hier ook, alleen de combinatie ligt uit elkaar. Zeg maar niet op een mast. Dus er ligt 6 of 14 zonnepanelen, energiebal ernaast. Dat kan ook op één mast, met een max van 3 zonnepanelen, want anders houdt de mast op niet. Er komt natuurlijk nogal wat kracht op te staan. Nou,
hier staat ja, Schiphol hebben we dan nog. Hier bij, bij de IKEA van Halen, in Halen. Daar heb je een ecogebouw. Daar staat er ook eentje op. Hetzelfde constructie, dus met een plat dak. En dat is hetzelfde als, als de school hier. Maar voor KMS hebben we de combinatie gedaan met zonnepanelen. Een lichtpunt, dus die gaat 's nachts aan. Dus je kan een switch erin zetten. Dus 's nachts aan, overdag laat hij op. En een oplaadpunt, bijvoorbeeld voor een scooter of een elektrische fiets, wat toch meer gestimuleerd wordt. Een auto, de combinatie, je kan hem aan het grid zetten en dan kan hij in principe ook de auto opladen. Dat is toekomst. Ja, dus, ja, ik zal even snel iets naar doorheen gaan, sorry. Ja, dit is wat er zeg maar bij de VO-scholen ligt, een combinatie daarvan. Nou, dit hebben we bijvoorbeeld een foto bij Kei Munk. Interactie met leerlingen. Opladen van mobieltjes zou kunnen. Ja, ook in het buitenland. Dus, de aanbieding is, en die wil ik straks uitdelen aan alle directeuren van de scholen. Willen jullie een aanbieding doen voor 10-10? Dat is ook om het door te pakken. We hebben gezien tijdens de installatie dat er gewoon genoeg dakoppervlak is. Hoe kunnen we dat aanpakken? Nou, jullie hebben zelf de keuze. Wij willen daar een beetje op inspringen. Te voorzien van zonnepanelen of iets anders. Nou, de gemeente heeft de eerste stap gezet. Dus nu zijn de scholen en de inwoners aan zet. Voor de inwoners hebben we een actie zeg maar, gemaakt dat, ja, dat ze zelf ook op pad moeten gaan. Om bijvoorbeeld een zonnepaneel bij 10 verkochte sets kunnen wij een zonnepaneel geven aan de school. Of aan een vereniging of aan iets anders. Dus de kinderen kunnen zelf ook actief op zoek gaan om ja, bij je ouders aan te kloppen van hebben we al zonnepanelen? Nee. Nou, dan kan je ook nog wat doen voor de school bijvoorbeeld, of voor iets anders. Voor de kinderen zou ik liggen straks in de aula, en voor de directeur wil ik die straks uitdelen. Dat is eigenlijk de presentatie. Oké, dankjewel. Vragen? Gewoon straks in de wandelgangen, of na de, bij de nazit Martijn even aanspreken. Ik wil nu graag Dirk uitnodigen van Microsoft. En we hebben het geluk dat zij hier in Haarlem niet meer zitten sowieso. Natuurlijk een heleboel geweldige grote bedrijven. Maar Microsoft zit ook gewoon in Haarlem niet meer. En daar werken we mee samen. Ja, klopt. Ben jij aan het woord? Mijn naam is dus Dirk Zelstra van Microsoft Nederland. Ik zit in het duurzaamheidsteam. Wat denk je nou eigenlijk? Microsoft en duurzaamheid. Nou, er zijn natuurlijk heel veel apparaten op deze wereld die onze software draaien. Maar ook heel veel andere apparaten, elektronische apparaten. En zelfs zoveel dat Nederland goed is voor 350 miljoen kilo elektronisch afval. En nou, dat is heel goed recyclebaar. En daarom hebben wij een e-waste campagne opgezet in Nederland. Op Texel rijden nu bijvoorbeeld 5 studenten met bakfietsen rond die allemaal elektronisch afval gaan ophalen. We hebben hier een school gevraagd die een kunstwerk heeft gemaakt. Op die manier proberen wij dat heel erg te promoten. Omdat het gewoon heel erg belangrijk is voor ons dat wij ook... Nou ja, we zijn natuurlijk ook bezig om nieuwe apparaten te verkopen, maar we willen ook heel graag dat mensen bewust worden van wat het apparaat eigenlijk doet. En dan niet alleen na zijn levensduur, maar ook tijdens zijn levensduur. Dus wat we ook doen, ik heb hier bijvoorbeeld op deze school en op een basisschool een workshop gegeven voor kinderen. En ik wil ook heel graag andere scholen een workshop gaan geven over hoe ze hun energieinstellingen van hun eigen computer of een computer thuis bij hun ouders eigenlijk goed kunnen instellen, zodat ze daar ja, gewoon goed mee om kunnen gaan. Het scheelt al een hoop als je je laptop... De slaapstand gebruikt, dan gebruikt hij nog maar 1% van de energie en hoef je niet af te sluiten om op te starten. Maar ook als het scherm gedimd wordt, scheelt het al 60% energieverbruik. Dus er zijn nog wel flink wat, wat stappen die we daar kunnen maken. Een andere as waar wij het ja, heel veel over hebben is het nieuwe werken. Wij doen het al sinds 2007 en we hebben daarmee 30% van onze CO2-uitstoot bespaard door nou ja, minder te reizen, met treinen te reizen, heel veel online te vergaderen, online samen te werken. Ik denk dat daar ook heel veel kansen voor zitten, niet alleen voor, nou ja, voor bedrijven, maar ook voor scholen om daar gebruik van te gaan maken. Dus nou ja, ik zou zeggen, schiet me aan en ik ga er graag wat meer over vertellen. Oké, dankjewel. Deze is, nou de naam zegt het al, wij maken vitale plaatsen. Ik ben van origine architect. We hebben heel veel kennis in ons netwerk van experts
op het gebied van licht, lucht en waterkwaliteit en nog meer duurzaamheidsaspecten. Maar we vonden die drie zaken, lichtkwaliteit in scholen, luchtkwaliteit en waterkwaliteit, belangrijk om het integraal te gaan aanpakken. We zijn in 2010 gestart op de Zwanenbloem in Zwaanshoek met het inrichten van een zogenaamd vitaal lokaal. Vitaal lokaal zorgt er dus eigenlijk voor dat we daglichtkwaliteit simuleren, dan wel het daglicht van buiten nog beter optimaliseren. Het zorgt ervoor dat we luchtkwaliteit verbeteren middels luchtzuiverende vloerbedekking, planten, ionisatietechnieken. Een combinatie in ieder geval die ervoor zorgt dat we een hele goede luchtkwaliteit kunnen garanderen. Naast het licht en het lucht nog het water. Wij stimuleren door het water te vitaliseren het gebruik van water drinken. Op scholen wordt er voor kinderen steeds lagere scholen met name. Gaat het al vrij snel uit, want het is lastig als kinderen drinken en op het moment dat ze dan naar de wc moeten. Maar vanmorgen, in het kader van de Dag van de Duurzaamheid, mocht ik in het eigen lokaal wat we daar ingericht hebben, een praatje maken met de kinderen. En ik heb met ze gepraat over van, weten jullie uit hoeveel procent water besta je nou eigenlijk als mens? Nou, misschien dat jullie het weten. Wie van jullie weet het? 80% als je een babytje bent en later wordt het zo 75-70, maar je hersenen voor 90% water. Dus ik zeg tegen de kinderen, tot hier is het water en daarnaast is het verstand. En dus zorg dat het water op peil blijft, want anders dan krijg je een leeg hoofd. Nou, dat zijn dus manieren waarop wij dus bewustwording op vitaliteit van mensen willen stimuleren. Ons gaat de duurzaamheid met name om vitaliteit van mensen. En bij kinderen begint dat eigenlijk vroeg. Ze zijn heel erg energiek en we willen gewoon hun leerprestaties ondersteunen. En wij hebben vast kunnen stellen, los nog van het theoretisch onderzoek waar het al lang bewezen is in Amerika, dat wij ook hier in deze school 1,5 keer betere concentratieboven konden vaststellen bij de kinderen. Kinderen met dyslexie die onder ons daglicht concept beter kunnen lezen. Kinderen met ADHD wat geweldig opknapte binnen een maand in deze klas. Dus genoeg aanleiding om hier volop mee door te gaan. De veelgehoorde klacht is, ja, maar scholen hebben geen geld. En wij hebben gezegd van, we moeten een concept maken wat één zo'n klas inrichten. Kost 15.000 euro inclusief btw. Onze aanbieding is om het kader van 2012, voor het einde van 2012, op een aantal lokalen te scoren. In, ik zeg gewoon, het bewust scoren. En omdat het ook gewoon moet. Voor 12.000 euro inclusief btw. En als je bedenkt dat zo'n klas 10 jaar meegaat, 24 kinderen, praat je eigenlijk over 50 euro per kind per jaar. En ik denk dat dat mogelijk moet zijn. In wat voor vorm je dat geld bij elkaar brengt, daar ga ik niet over. Wij hebben het bedacht en we bieden dat gewoon aan. We zijn inmiddels in de gemeente Amstelveen, die zijn op bezoek geweest. Wij willen kennis over vitaal lokaal doorbrengen. Dus als je op vitaallokaal.nl kijkt, dan kun je je aanmelden voor een bezoek aan die Zwanenbloemschool. Dan vertellen we je alle ins en outs hoe dat werkt. Meld je er gerust een keer op aan met een groepje van 10 en dan kom ik uitgebreid vertellen, want dat kan niet in 5 minuten. Dat is van belang, dat het verhaal verder komt. In Amstelveen hebben we de hele afdeling, technische afdeling van de gemeente, voorzien van ons lichtconcept. En die hebben inmiddels de slag gemaakt dat ze dus ook hun scholen willen gaan verduurzamen. En wij denken dat dat ook de manier is dat je stap voor stap licht, lucht, water kan invoeren. Nou, de Zwanenbloem, als je daar gaat kijken, dan zie je dat ook wij een bepaalde manier van inspiratie op gang hebben gebracht. Of misschien wel zelf anders gezegd, misschien hebben wij de mensen gewoon de tool gegeven om weer eens wat meer energie over te houden om andere dingen te doen. De juf die meer energie overhoudt en dan de schooltuin weer oppakt. Inmiddels ligt de school vol met het groendak. Daar liggen zonnepanelen op het dak. Nou ja, ik heb vanmorgen gewoon gemerkt aan kinderen uit groep 5 dat ze zich ontzettend bewust zijn van hun omgeving geworden. En dat was ons doel. Oké, dankjewel Joost. Wat ook bij de zonnepanelen is meegekomen om vrij te besteden, hebben wij gebruikt voor het vak NLT, natuurleven en technologie. Dat is het vak van de KSH. Natuur, leven en technologie is een vak dat nog niet zo lang bestaat. Is een, ja, misschien wel een beetje opvolger van de algemene natuurwetenschap. Is een vak wat op een aantal scholen is afgeschaft. Maar wel, wat wel een exact vak is en waar ook duurzaamheid in voorbij komt.
Het vak is modulematig opgezet, dus elke 8 weken heb je een heel ander onderwerp. En in de 4e, in de 5e en de 6e klas zijn we er nu een paar jaar mee bezig. Nou, het geld gaan wij gebruiken om een aantal waterstofmodules aan te schaffen voor natuurleven en technologie. Dus een aantal brandstofcellen, maar ook een aantal elektrolyse apparaten, zodat we eigenlijk de hele cyclus van het duurzaam opwekken van waterstof en het opslaan van waterstof, dat we dat kunnen laten zien aan de leerlingen. En daar zullen ze ook mee gaan werken in die module. Dus we zijn er echt 8 weken intensief mee bezig. Daarnaast kunnen we het ook in onze talentstroom gebruiken. We hebben een brugklas, daar zijn we in deze brugklas mee begonnen. Alle brugklasleerlingen die volgen om de 8 weken een talentstroom, waaronder de talentstroom duurzaamheid. Mijn leerlingen zijn deze afgelopen weken met de energieke scholen bezig geweest. Als we het volgend jaar ook in de 2e en 3e klas gaan doen, dan willen we leerlingen ook andere dingen aanbieden. Dan is het dit waterstofpakket ook waarschijnlijk wel geschikt om ook deze leerlingen te gaan doen. Dus, een aantal plekken, een aantal jaarlagen komt het dan terug. Dus dat gaan we met ons geld doen. Oké, dankjewel. Oké. Nogmaals, gelijk even aanvullen. Ja, ik ben toch van het hoofdvaartcollege hier gekomen. Door omstandigheden was er eigenlijk niemand beschikbaar. Ik stond vanmorgen nog een aantal blokuren les te draaien. En ik denk, ik moet toch komen, want de directrice moest opeens afzeggen. Ik vind het zo belangrijk. Ik ben ooit begonnen, in 1970 zelf, had ik ergens een klein stukje zonnepaneel. En als jonge onderzoeker, die toevallig goed was in de natuurkunde, was ik daarmee begonnen. Ik heb voor Artsen zonder Grenzen in Oeganda heb ik hutjes gebouwd met elektrisch licht voor de, en elektriciteit voor de koelkasten voor de vaccins. Ik ben zelf bezig geweest, ik rijd een elektrische scooter. Ik vind wat deze mensen hier vooraan doen van de jeugd, vind ik eigenlijk het belangrijkste. Ik ben zelf vanaf 1970 tot nu mensen tegengekomen, geitenwolle sokken mensen, maar ook de rest van de wereld. En dan komt het verschil, de rest van de wereld die was nooit zo ver dat ze zeiden we gaan het doen. Want het was maar iets raars. Nu is het een beetje andersom. Nu is het economisch gewoon zinvoller om het te doen dan om het niet te doen. Ik vind meneer Nedersticht vind ik een goede sleutel tussen de overheid en scholen. Ik ben dankbaar dat meneer Nedersticht wel met power erachter staat. Want ook daardoor, en de mensen van het Natuur- en Milieucentrum, de nieuwe directrice ken ik niet zo goed, maar Rudy, vind ik ook iemand die alleen mijn enthousiasme vergroot. En dat is met hetzelfde enthousiasme sta ik op school projecten te promoten, uit te leggen, te leren begrijpen door leerlingen, zodat het van de grond komt en uiteindelijk deze wereld toch een beetje beter zal blijven draaien. Dus zorg dat het enthousiasme erin blijft. Okay. Ja, dankjewel. En jij ook, hè? Zorg dat het erin blijft. En dat mooie kunstwerk, dat is van jouw school. Ja, hè? Dat klopt. Okay, dat is een... Gaan we straks even kijken. Ik ben Urs Hoede van het Haarlem Meer Lyceum. Daar ben ik verantwoordelijk voor het scienceonderwijs. En dat wat ik hier nou laat zien is het werk van vele mensen. Dus dat is niet mijn doen. Ik ben slechts de klojo van dienst, zoals je dat zo mooi zegt. Het is van veel mensen. Als eerste wil ik mij verontschuldigen dat de heer Van Dokkum, hij wil zich verontschuldigen, dat de heer Van Dokkum er vandaag niet bij kon zijn. En ik kreeg de strikte missie om dat te horen. Dat ga ik nu niet meer dus ook doen. Dus het eerste project wat we gedaan hebben, is de energieambassadeur. Een hoop van jullie zullen de logo's van hun bedrijf herkennen. Dit project hebben we bewust voor de MAVO gedaan. We hebben ons afgevraagd hoe je leerlingen laten excelleren. Het project is tailor-made voor de MAVO. De doelstellingen die we daarbij hadden, staan daar in vrij die onderste zin de belangrijkste. Als ik een leerling vraag, wat vond je daar nou van, heb je een quote voor me, dan zegt ze een aantal dingen. Dat het leuk was, dat ze dingen kon doen waar ze goed in was, en vooral dat het over iets echts ging. Ik moest er wel geloven dat ik niet mijn foto uit mijn gisteren zou gebruiken, maar die foto zou gebruiken. Daar is ze stiekem heel erg trots op, dat ze naast de koningin mocht staan. En, dat heb ik hiermee gedaan. Dit project heeft ook een prijs gewonnen. Zij mogen, ik geloof dat het 28 oktober is, het in Brussel gaan presenteren. Ze hebben de nationale voorrondes gewonnen. Dan hopen we natuurlijk dat ze de grote prijzen nog binnenhalen.
Nou, wat zit er nou allemaal in? Er zit heel veel in, omdat de functie ook zo vol is. Ik heb een beetje een collage gemaakt van wat allemaal in het boekje staat wat leerlingen krijgen. Bijvoorbeeld over voedsel. Ja? De maaltijd. Grappig verhaal is die kinderen krijgen dan springhalen te eten, gedoopte chocolade, al dat soort dingen. En de restjes gaan naar de docentenkamer, dan zien de docenten met een lang gezicht kijken. Die leerling eet niet. Ja, dat zegt iets over ouderen en jongen. Een energieproject in de wijk, ze zijn de wijk ingegaan, mensen geholpen. Samen met jullie van hoe maak je energiezuiniger, bewust worden van het voedsel dat ze eten, hoe groen is eigenlijk onze school. Het is echt een project van een week en leerlingen zijn er heel intensief mee bezig. En het algemene ervaring is dus dat het ook als zinvolle ervaring is. Dus het gaat over iets echt. Nou, dit proberen we niet alleen met de MAVO, dat proberen we ook met de HAVO en de VWO. Maar we proberen te, wat zijn nou de dingen die je ze moet geven dat de HAVO-leerlingen kan excelleren, dat de VWO-leerlingen kan excelleren. Maar het moet toch niet zo zijn dat de goede HAVO-leerlingen op het VWO zitten. Dus dit was het element van MAVO. Probeer ook voor de HAVO en de VWO. Nou. Ons doel is een hele hoop. We willen ze niet alleen bewust maken of een gedragsverandering hebben, maar we willen ze ook leren de goede vragen te stellen. Kritisch te zijn op milieuargumenten. Bijvoorbeeld leren dat windenergie ook zijn voordelen heeft en zijn nadelen. Windenergie heeft een maximum rendement waar je niet overheen kunt. Het effect op de bodemklimaat. Zonne-energie hetzelfde. Ja? Wat is het om heel Europa van energie te voorzien? Moet je zoiets van 22.000 vierkante kilometer en een woestijnoppervlak met zonnecellen daar. Daar heb ik er meer dan 10. Ja, dat soort getallen. Waterstof heeft zijn eigen problemen. Dat ze leren, dit is een crisis die je niet oplost door op één paard te wedden, maar op de goede manier om alle knoppen tegelijk te doen. Dus niet alleen gedragsverandering, maar ook bewust worden. Of leren de goede vragen te stellen.